Q-Music met de Ibiza. Ruslandjaar, de musical. 2013 is het officiële Nederland-Ruslandjaar. En petje af, het is een grandioos succes. Geen idee hoe ze het zo gepland hebben, maar er is nog nooit zoveel contact geweest tussen Nederland en Rusland. En om ons steentje ook bij te dragen, komen Edon Jasper met een feestelijke musical. Ruslandjaar, het Nederland-Ruslandjaar. Laat je biertje staan, breek de vodka aan voor het Ruslandjaar. Het begint met Greenpeace, dat een schip naar Rusland stuurt om te protesteren tegen olieboringen. Het Kremlin is tegen en als een Rus niet zegt, dan bedoelt hij ook niet. In onze zee, op onze olie zit monopolie, bemoei er niet mee. Zeg jij, dit wordt een olieramp. Dan sturen wij jou naar een kamp, dat zal je leren te protesteren op onze zee. Het Greenpeace-schip wordt geënterd door de kustwacht, de bemanning beschuldigd van piraterij en het schip doorzocht. En wat blijkt? Er is drugs aan boord. Echt? Ja! Serieus, zijn ze nou echt verbaasd dat er wiet gevonden wordt op een schip van Greenpeace? Dat is een beetje alsof je een shawarma-zaak binnenvalt. En wat denk je? Overal knoflooksaus. Zie, ginds komt de stoomboot uit Holland weer aan. Het zijn groene nietjes, we houden ze aan. Vervolgens gaat de musical naar Den Haag. Daar staat een Russische diplomaat, Dmitri Borodin, stomdronken zijn kinderen te slaan. En daar hebben ze in Rusland een heel mooi woord voor. Dinsdag. Een Russische politicus stomdronken? Nee, dat is gewoon heel ongeloofwaardig. Dat is net zoiets als wiet vinden op een schip van Greenpeace. Borodin wordt gearresteerd en meegenomen naar het bureau. Maar hij is diplomatiek onschendbaar. Hij mag doen wat hij wil. Laat me. Nou slaan. Je moet hier komen. Jij bent niet onschendbaar. Dat wordt in Rusland zo gedaan. Na deze twee akkefietjes was voor ons het Nederland-Ruslandjaar al een topsucces. Episch! Episch! Woe! Maar er is nog meer. Eergisteren is er in Moskou een Nederlands diplomaat thuis opgewacht, vastgebonden en is zijn huis overhoop gehaald. Want we zijn in je huis vannacht. We binden je met duct tape vast. En we kalken een hart op je spiegel vannacht. Ruslandjaar, de musical. Volgend jaar steek je piemel in een wespennestjaar. Wat kan er fout gaan? Helemaal au! Oei, jongens. Nou, tot volgende week.